Wij zijn de schrik van de snelweg. De vrees van de A2. Oh, oh. Hey, sir. Ik ben mijn knutselangst aan het overwinnen. Had jij knutselangst? Mijn moeder zei vroeger, Babette heeft twee linkerhanden, die kan nog geen vouwblaadje vouwen. Ah, wat zielig. En van mijn handvaardigheidslerares mocht ik niet meer naar de les komen. Vond ze zonde van de materialen. Hoe komt een mens daar ooit overheen? Nou, ik doe een boetseercursus. Ah, klein voor grote mensen. Schijn ik talent voor te hebben. Oh ja, joh. Nou, dat is mooie wraak voor je moeder en je knutseljuf. Ja, ik ben begonnen met asbakkies, dan vazen, toen kleine hondjes. Zo, van een stijgende lijn. En nou boetseer ik de mensen van wie ik hou. Portretten van klei, van mijn vent Arie, de kinderen. En gisteren was jij aan de beurt. Heb je mij in klei? Tada! Ah! Heb ik talent? Of hadden mijn moeder en de juf gelijk? Heel indrukwekkend. Maar je schrok. Ja, omdat... Het is alsof ik in de spiegel kijk. Dankjewel. Ja, dit is hoe ik jou zie. Oh ja, ja? Ja, het gaat om het gevoel, hè, bij het maken van kunst. Dit is mijn impressie van jou. Een van de beste impressies die ik ooit van mezelf zag. Yes! Nou ben ik eindelijk van mijn knutselangst af. Oh, je mag hem mee naar huis nemen. Nou, dan ga ik een mooi plekje voor zoeken. Nou, ik dacht zelf in de slaapkamer naast... Wacht eens even, hè? Dit ben jij helemaal niet. Oh? Dit is Arie. Oh. Ik heb de verkeerde meegenomen. Jouw kop zat nog te drogen op de kleitafel. Nou, hoe kan jij nou jezelf hierin zien, joh? Ja, dit ben jij toch niet? Zo, je hebt echt weinig kijk op kunst. Ik weet niks van kunst. Met name kleikunst. Dit is overduidelijk een impressie van Arie. Alsof je vent hier zelf op je schoot zit. Volgende week neem ik jouw kop mee. Ja, doe rustig aan hoor. En als je me tussendoor wel even wil omkleien naar een asbak of een hondje, gewoon doen. Dat is je kunstenaarsziel. Yes, ik ben een kunstenaar. Een hele grote.